Ja, we hebben een mooi overzicht gehad, denk ik, van alles wat het toekomstverbond inhield en alle grote pijlers daarvan. We hebben telkens specialisten aan het woord gehoord en we hebben ook telkens de burgerbewegingen aan het woord gehoord, die trouwens zelf specialisten zijn, uiteraard. En bij wijze van afsluiting wou ik nu even van elke beweging iemand aan het woord laten, gewoon met de vraag van waar staan we nu? Wat vond u van deze stand van zaken? En waar is nu naar de directe toekomst uw eerste bekommernis? En zal ik dan met jou beginnen, Wim? Nee? Nee, ik sluit af. Jij sluit af. Oké, dan Manu. Ja, dit was eigenlijk de eerste van 3 avonden en die 94 vragen waar Christophe het over had. Ik hoop zelf ook dat we het gros daarvan naar die 2 andere kunnen doorsluizen, al is maar in de voorbereiding van die avonden. Dus dat was zeer zinvol, denk ik. Ik wil nog even iets zeggen over die vragen rond die tweede spoorontsluiting, Aalgander en Twee, Ranst en dergelijke. Ik ben zelf heel enthousiast over de processen. Dus je kunt veel autostrades tekenen en tramlijnen bedenken en fietsnetwerken, maar het unieke van wat hier aan het gebeuren is en waarvoor Antwerpen overigens vorig jaar al een belangrijke prijs heeft gekregen in Praag rond samenwerking, dat is. Je mag niet onderschatten dat veel mensen in het buitenland met grote ogen zitten te kijken naar wat wij aan het doen zijn. Er is een Canadese documentaire in de making. Wij worden gevraagd op congressen tot in Finland om te gaan uitleggen wat wij allemaal doen, procesmatig. En bijvoorbeeld die Aalgander N2, het feit dat dat een complex project is, wil eigenlijk zeggen dat zowel die tweede spoorontsluiting als de Aalgander N2, als bijvoorbeeld een sneltram naar Ranst, dat dat allemaal samen meegenomen wordt in participatie als één grote cluster. Dus die Aalgander N2 is niet geïsoleerd. En ja, voor mezelf de conclusie van vanavond, maar ook van, laten we zeggen, het hele traject, dat is, we hebben in 2017 een engagement aangegaan voor een heleboel projecten en processen van 20 jaar lang tot 37. Dat is onze einder. 20 jaar investeringen was de slogan. Maar we hebben nu de eerste 3 jaar achter de rug en ik kan getuigen en de anderen zullen het ook getuigen. Er is een hele job gepleegd. Er is enorm veel werk verzet. Er is enorm veel in de stijgers gezet, waarvan nu die bouwaanvraag voor de Oosterweel het eerste is. En nog een ander tijdsperspectief. Ik ga ervan uit dat tegen 35, 37 de hele boel is opgeleverd. Modeshift en Oosterweel in een eerste fase, haventracé en die overkappingen tegen 35, 37. Ik ben zelf sinds 2005 bezig met dit dossier. Dat is 15 jaar. Kunnen er nog eens 15 jaar bij nemen. Absoluut geduld daarvoor. En ik denk dat dat ook belangrijk zal zijn dat we geduld oefenen. Wij hebben zelf ook een beetje soms de ervaring gehad de voorbije jaren, zoals bestuurders dat ongetwijfeld moeten hebben, van je ziet allerhande nieuws aankomen, je ziet alles in de stijger staan, maar het is er nog niet en de mensen zijn ongeduldig. Dus we gaan nog vele jaren geduld moeten oefenen, maar wij maken ons sterk dat het er allemaal wel zal komen. Oké, Peter? Ik sluit me er in die zin bij aan. Ik heb het er juist al gezegd, het gaat over de samenwerking. En we weten allemaal dat het toekomstverbond is afgesloten. Er ook binnen hè, de BAM Lantis een heel wat scepticisme was hè, bij een aantal van de mensen. We hebben gezien dat dat geëvolueerd is. Hè. Als ik zei dat de Werkbank een jaar geleden of een klein jaar geleden, wat het routeplan betreft, hè, toch heel slecht functioneerde, dan is dat gedetecteerd en is er gezocht naar hoe kunnen we dat hier vastpakken, welke mensen hebben we nodig, hoe kunnen we daar terug een nieuw elan aan geven. En het zijn die dingen die mij heel veel hoop geven. En ik zie dat nu ook. Hè. We hebben 2 weken geleden 4 dagen besteed aan de jurering. Hè. Enfin, wij als adviseur om een aantal teams die zich kwamen presenteren voor al die ringparken rond Noordkasteel, rond Groenendaal, Schijnpoort en Damse en ja, Borgerhuizen. Enfin, goed, hè, die 4. Als je ziet wat daar aan expertise op tafel komt, hoe dat daar bijvoorbeeld over water, bijvoorbeeld over dat fietspad, ik heb het al genoemd, insteek gekomen, dat is ontzettend veelbelovend en daar trek ik mij geweldig aan op. En in die zin werk je daar graag verder aan mee. Fijn, mooi zo. Ik ga zelf hier afsluiten. Ik wil iedereen bedanken om zo lang en zo ijverig gevolgd te hebben en zoveel vragen gesteld te hebben. En ik geef het allerlaatste woord graag aan Wim van Ees. Ik heb bij die opening een perspectief aangeboden van 65 jaar. En hierin werd de autokoning. Ik denk dat we nu in een kantelmoment zitten, ook door de corona. Er werden stadsviaducten aangelegd op dat moment zonder enige schroom. En autosnelwegen, bij wijze van spreken, van markt tot markt. Dat was ook het idee met de E19 bijvoorbeeld. Hè?
vertrekken van het Noordstation in Brussel naar de Meijer in Antwerpen. Bon, dat leverde toen ruimschoots 10.000 slachtoffers per jaar op aan negatieve effecten van de koning auto, van de koning camion met name ook. En dat was in 2008 ruimschoots aanvaarde collateral damage. Daar komen we vandaan. Bon. Eind 2007 hebben we dan 6 oprichters van Ademloos, want nu kom ik even terug op mijn standpunt vanuit Ademloos, waarvan ik met mijn 67 toen de jongste was, tegen elkaar gezegd, we gooien nog 1 keer zo hard als we kunnen een steen in de Schelde, dat het water nooit meer hetzelfde zal lopen. En daarom zetten wij alles in op het thema gezondheid. Niet op de techniek, niet op de infrastructuur, niet op gezondheid. En op 20 juni 2008, 5 maanden na onze oprichting, stond de hele grote markt van Antwerpen vol met longspatiëntjes van het Sint-Jozef-instituut. En om 14 uur boven de Bengel gaf ik een persconferentie, ik was nog nooit geweest in de Bengel, waarin ik een volksraadpleging aankondigde. Omdat ik wist dat alleen dat het ultieme democratische middel was om een stadsbrede discussie te doen losbarsten in heel Antwerpen. Opdat de tanker eindelijk zou gestopt worden en de wijsheid aan boord zou komen. Nou, ik garandeer u dat er nooit meer een stadsviaduct zal worden aangelegd in België. Waarschijnlijk. En die trendbreuk is daar ontstaan. Dus, en dan, het heeft 8 jaar geduurd om het toekomstverbond daarna te krijgen. Dat is jammer dat het zo lang heeft geduurd. Maar vanuit het perspectief van de 6 oprichters van Ademloos heb ik vanavond heel goed geluisterd. Maar blijf ik buitengewoon tevreden over wat hier gebeurd is. Er is vanuit ons perspectief menige steen verlegd. Over 17 jaar, want in die termen moeten we denken, zal Antwerpen onherkenbaar veranderd zijn. Ik ben daar zeker van. En dan ben ik pas 97 jaar. Dus who cares? Nee, maar ik wil maar zeggen. We zijn gewoon in die transitie zitten, zijn we bezig. Nou, en de volgende webinars, en ik hoop dat iedereen daar zal komen, en nog veel meer dan nu, gaan we dus kijken naar de model shift met de vervoerregio en het plan daar rond. En tenslotte naar Alexander op 24 juni. En daarmee zal deze cyclus afgerond zijn. Maar in de najaar zal er zeker een nieuwe cyclus komen. Met zeker het gesprek over de overkappingen. Er is mij nog iedereen te bedanken. Ook te bedenken, maar ook te bedanken. Die bijgedragen heeft aan de positie die de burgerbewegingen innemen. Want zonder veel mensen, ook, en ook zij die vragen stellen natuurlijk, waren wij hier niet. Ook alle sprekers van de avond worden hartelijk bedankt. En zeer speciaal Chris van Marsenille van de Gezet van Antwerpen, die dit in goede banen heeft geleid. En ook de collega's van Staten-Generaal aan Ringland, Veerle en Christophe. Dank u wel en dank u geëerd publiek.